Welkom bij een nieuwe aflevering van Koffie en Wol. Deze week hebben we Lisanne in de uitzending. Leuk dat je er bent, Lisanne. Hi, superleuk dat ik er mag zijn vandaag. Peter gaat vertellen over mooie nieuwe bollen. Annemarie heeft een mooie bloem gehaakt en ik ga haken en pimpen. Kijk je mee? Heel gezellig dat je er bent. We hebben elkaar natuurlijk al kort gesproken met de kerstspecial. Ja. En nu even wat langer. Ja, leuk. We kennen jou natuurlijk van Draad en Praat. Instagram, Facebook heb je, website, ja. Webshop. Ja, klopt. Vertel, je hebt allemaal leuke dingen meegenomen. Ik heb allemaal leuke dingen meegenomen, ja. Nou ja, dus net als jij dol op haken, maar ook breien. En de reden eigenlijk dat ik met deze hobby begon, ongeveer 3 jaar geleden nu, is de interieurtrend met de grove gebreide dekens en kussens. Ja. En toen dacht ik, dat zie je dan in die winkels voorbij komen, toen dacht ik, nou kan ik dat zelf ook niet. Ja. Zodoende dus ook op YouTube eens even gaan kijken hoe dat werkte. En qua breien kan Want je kon nog helemaal niet haken, nee, breien, nee, niks. Gewoon helemaal niet. Nee? Gewoon, nee. Vroeger wel, toen ik klein was, wel eens gedaan met oma, maar nee, echt jaren niet meer gedaan. En toen vond je bij inspiratie in de winkel, ja, eigenlijk? Ja, gewoon in een woonwinkel. Ja, en dat is een beetje uit de hand gelopen inmiddels. Je best wel, kan je wel zeggen. Ja, in 3 jaar tijd is echt veel gebeurd. Veel gebeurd, absoluut. Ja, maar zo leuk om te doen. En nou ja, met breien is wel echt ideaal dat ik een oma heb die echt alles weet. Dus als ik nu ja, maar ook toch, ergens... je houdt het wel gewoon bij de basis. Dit is toch niet een hele moeilijke basis? Nee, dit is gewoon tricotsteek. Ja. Ja, maar ik hou wel gewoon van... ja, het moet er gewoon mooi uitzien. Ja. En als het over breien vind ik persoonlijk dat de tricotsteek eigenlijk de mooiste steek ja, dat die vind er ik is. Ook, ja. 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 Want nou, die V-vorm, ja, het blijft voor mij de ultieme breisteek. Ja. Dan moet ik wel het nahaken, maar dan is toch... Met tunies bedoel je dan? Of? Ja, dan kan het ook, maar als je gewoon met één haaknaald ja. dan die breisteek wil nabreien maken. Dat is best wel een uitdaging. Ja, en het wordt toch altijd anders qua soepelheid, vind ik ook. Yes. Nou, de lapjes hebben we er steeds, ja. elke week. Oh, leuk. Dus dan gaan we het vergelijken. En breien is bijna altijd soepeler dan haken. Precies. Ja. Dat is gewoon oh, zo. Oh, leuk. Nou, ik ben benieuwd. Ja, leuk. Nee, dus het is gewoon een hele andere look en feel. En daarom vind ik het ook zo leuk om het allebei te doen. Dus nou, dit is inderdaad hartstikke simpel. Maar ik heb ook wel van die vogeltjes gebreid, weet je, op vier. Nou, dat is echt een priegelwerkje. Maar ook leuk om te doen. Dus, en je oma helpt je erbij dus? Ja, inmiddels niet meer. Maar in het begin, ja, zeker. Als ik ergens tegenaan loop, dan ga ik het vragen. Ben je nou alweer mij? Wat leuk dat je weer bent. Nou, maar het is echt leuk hoor, om dat zo samen te kunnen delen. Ja, lijkt me ook heel erg leuk. Ja, het is echt heel leuk. Ik vind het dus heel leuk dat je nu een gepunnikt, niet een gepunnikt kussen, maar een gepunnikt wel. Draadkussen. Ja. Ja, dat is ook wel een beetje een hysterisch verhaal hoort daarbij. Nee, ik ben dus altijd op zoek naar grove draden om mee te werken. Lekker stoer. Lekker stoer. En nou ja, dat is niet altijd heel makkelijk te vinden. Nee. Ze zijn vaak kostbaar, ja, logisch. Precies, of een, ja. Maar toch, ik dacht, nou, ik ga het zelf eens proberen. Dus toen heb ik zo'n punnikmolen aangeschaft. Dat moet je dus eigenlijk dat vond zo... Dat is ook al een uitvinding, dat je nu zelf doet punniken. Want dat is natuurlijk best wel moeilijk. Best precies, het ja, kost heel veel tijd. Heb je zo'n draad? Ja, nou. Dus eer dat je dan echt iets daarmee kan maken, ben je echt... Weer klaar. Eindeloos bezig. Ja. Dus ik dacht, nou, ik schaf zo'n punnikmolen aan en dan ga ik eens even kijken hoe dat werkt. Dus ik thuis, net weer aangeschaft en ik ga het even proberen. Dus ik zit op de bank, zo te draaien. Nou, dat werkte, dus ik was helemaal blij mee. En doordraaien. Zeg maar, man, joh, wat zit je nou eigenlijk te doen? Ik zeg, nou, ik ben aan het, want ik ga een eigen draad maken, dus ik ben aan het punniken. Hij zegt, maar dat kan toch zeker sneller dan... Ik zeg, nee, dit is de snelle variant, want anders moest je dus... Nou, zei hij, wacht maar even. Dus hij naar de schuur. Ik denk, nou, wat gaat hij nou doen? Komt hij terug, zegt hij tegen me, geef die punnikmolen eens even hier. Ik zeg, nee. Ja, zegt hij, ik heb een idee. Ik zeg, nee, maar straks gaat die stuk. Nee joh, dat kan echt veel sneller. Hij met de boormachine naar de keuken en die punnikmolen. En ik hoor echt zo... Hè? Wat gebeurt er nou met mijn punnikmachine? Nou, Sas, hele slierte. Je wilt niet geloven. Echt, in een minuut een hele bol gewoon... Dus ik had wat binnen tof. Een mum... Ja, dat was zo grappig. Dus ik had binnen een mum van tijd had ik al die bollen in een punnikdraad omgetoverd. Met hulp van mijn man. En is dat kussen geboren zo. Het is natuurlijk... Hoe verzin je? Alle haakjes hebben weer massaal naar de winkel. Voor de punnikmolen, ja, ik weet het niet. Voor zo'n boormachine. Voor de boormachine, ja. Maar dat is echt weer man natuurlijk die met zo'n idee kwam. Ik vond het al vrij spoedig gaan. Heel leuk dat hij meedacht ook, moet hij vaak doen. Nou, dat is wel leuk. Goede ideeën. Ja. Dit was echt een goed idee. Hij heeft ook meegeholpen met de breinaalden, of niet? Ja, hij heeft ook meegeholpen met de breinaalden, want dat zijn dus eigenlijk trapleuningen. Ja, herkenbaar.
Want ja, voor dit soort wol heb je gewoon echt joekels van naalden nodig. Ja. En ook dat is wat moeilijker te vinden op de markt. Dus ik denk, nou, ik ga eens kijken. Man, ja, ja hoor. Hij heeft puntjes eraan gemaakt aan die zwapleuningen. En ik kon zo aan de slag ermee. Ja. En je sjaal is natuurlijk een onwijze hit volgens mij. De, ja. Ik kan niet Instagram openen of ik zie jouw sjaal. Nou, sorry. Hartstikke. Ja, dat werd wel en een beetje ook workshops van. Ik geef ook breiworkshops dit jaar voor het eerst. Ja, want nou ja, nogmaals. Ik vind allebei de technieken gewoon super gaaf om te beheersen en om te doen. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat andere mensen het ook leuk vinden om dat dan weer te leren. En zodoende is die sjaal een mega simpele sjaal ja, geboren. Ja, maar juist, denk, daarom is maar, hij echt zo sterk, denk ik hoor. En door het leertje, door die band. Leren band eraan, nou ja, heel... Klaar ben je eigenlijk. Ja. Nou tof, en je hebt een nieuwe creatie meegenomen. Mijn nieuwe kind. Ja, ja. Wat een schat, wat is er rustig een droppie, hè? Ja. Nou, Vee de Flamingo. Vee. Ja. Nou ja, je ziet natuurlijk nu ook weer mega flamingo trend ja. Is er ontstaan. Zo'n tijdje ook, ja, vorig jaar tijdje, al vorig had jaar. Je vooral die flamingo's ja. Inderdaad. Ja. Ja. En je bent helemaal lekker bezig, want je hebt ook natuurlijk nog twee onderwerpen die we nog eigenlijk moeten bespreken. Mm-hmm. Is dat je elke aflevering of elke Victoria editie. Ja. Editie, ja, die komt twee keer in de maand uit. Ja. Ik ga hem even laten zien. Ik vind het echt een heel mooi blad. Mag je echt trots op zijn, vind ik. Ik vind het ook een heel mooi blad. Qua vormgeving ja, was ik meteen weg ervan. Het is van nu, het is modieus, maar ook strak. En, het past echt bij jouw stijl, vind ik echt. Want nu die jute manden ja, staan jute er nu in. Ik kan niet meer vinden waar het naar staat. Hier ja, gewoon. Ja, klopt. Hartstikke gaaf ja. Weer. Ja, ze hebben ook wel gewoon iets stoers. En dat, daar hou ik ja, wel van. Ja, die stoer en eenvoud is volgens mij heel sterk. Precies. Ja. Dat ben jij. Nee, maar ik hou wel gewoon van dat... Weet je, het is ook een hobby die gewoon voor heel veel ontspanning zorgt natuurlijk bij ja. Heel veel mensen. En dat... Ik vind het ook leuk om soms gewoon hele ingewikkelde dingen te doen. Want dan is het gewoon weer de kick dat je het voor elkaar krijgt. Precies, ja. Maar ja, het is gewoon lekker op je gemak. Ja, een beetje tomeloze ja, nou, precies. Gewoon lekker ja. Niet te veel nadenken. Je gewoon hoofd lekker leegmaken. Door kunnen gaan. En niet ja. Te moeilijk over nadenken. Dat is echt lekker inderdaad. Soms. Exact. En ja. Soms een afwisseling. Even wel nadenken. Even iets ook moeilijks. Ja. Ja, nou lekker. Ja. Hey, en als klapper op de vuurpijl. Mm-hmm. Je boek. Mijn boek. Nou. Die is nu bijna af, hè? Ja, het is bijna af. Ja, tweede week van mei ligt het in de winkels. Hele bevalling. Echt mega spannend. Een bevalling. Ja, het is echt... ik moet eerlijk zeggen, het is wel een dingetje. Ja. Het is wel een trots klus. Dat je bent zometeen, joh. Ja, of als nu het al er echt is. Ja. Als het er echt is. Nee, als ja. Ik het straks echt... Ja, dat lijkt me wel heel bijzonder. Ja. 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 Hey, je kon er nog niks meenemen nu, maar wat kunnen we verwachten? Ik ben ook heel benieuwd namelijk. Wat er allemaal in staat. Ja, nou, het is sowieso een boek met alleen maar haakpatronen, dus geen breipatronen. Het thema is kinderkamers, dus een aantal patronen. Dat had ik echt niet verwacht. Nee, ja. Nee, ik dacht, ik zag allemaal stoere ja, aangeklede woonkamers, dacht stoere, ik. Nee, stoere aangeklede kinderkamers dit keer. Ja. Voor meisjes en voor jongens? Allebei. Oh, ja, leuk. Met een aantal van de bosdieren, maar ook... kussen, een deken, een vloerkleed, nou van alles. En ook jasjes en vestjes? Nee, geen kleding. Alleen de accessoires. Oh, oké. Ja. En nee. Vertel, de titel van je boek. Ja, de titel van mijn boek. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik vind het zo spannend allemaal, maar de titel van mijn boek is Haakje Happy. Nou, wat een leuke titel. Past echt bij je ook, vind past ik. Wel bij mij, hè? Ja. Ja. Nou ja, dat vond ik ook, dus heel blij daarmee. En hoe kwam je op het idee om een boek te maken over de kinderkamer? Ja, dat is echt ontstaan door de bosdieren. Die, ja, kijk, ik zet ze zelf natuurlijk thuis ook neer. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen zegt van... ik ga even een bosdieren haken voor hier op niet de bank. In de ja, niet toch? Per se. Ja, nee. Ik kan me ook voorstellen dat je het liever in de kinderkamer doet. Precies. Of een andere. Dus ja. Dat was een logische link eigenlijk. En daardoor is dat zo gekomen. Ja, echt heel leuk. Ja, mega spannend. Ja, nou, ik wens je heel vast heel veel plezier straks met de lancering. Dank je wel. Ja, leuk, je bent erbij, man. Hè? Ja, ik ben erbij. Bij deze. Gezellig. Ja. Leuk. Ja. Nou, top. Nou, hartstikke bedankt voor je komst. Bedankt dat ik mocht komen. Ik vond het heel gezellig. Ja, ik ook. En dan gaan we nu naar Petra. En we zijn aangekomen in de winkel van Petra. Petra, wat heb je deze week voor ons? Nou, cabotine. Yeah. Cabotine van Vilday. Een leuk bolletje. Voelt erg lekker zacht. Heel zacht, je kent hem. Nou, hij bestaat uit 55% katoen en de rest is acryl. Maar ja, hij is gewoon geweldig hoe die voelt, hoe ja. Die werkt. Want jij hebt en er ook hij blijft gewerkt. Ook mooi. Ja, ik heb hier een tasje van gehaakt. Ik heb hem niet gehouden aan de steken en aan de dikte van de naald. 3,5 zeggen ze. Niet. Het moet gewoon eigenwijs zijn, vind ik. Ja, uitproberen. Want dan wordt hij mooi luchtig van.
Nou ja, 3,5 wordt het gewoon zoals die bedoeld als vast lapje bedoeld zou zijn. Ja. Maar tegenwoordig gaan ze wel veel lossen. Ja. Dus dat is wel grappig. Nou ja, de kleuren zijn goed. Ja. Leuke combi's mee te maken. Ja, zeker leuk. Voor elk wat wils, denk ik. Hij staat ook weer in de boekjes. Het boekje 640 van dit seizoen staat een leuk vest in voor de zomer. Dat ziet er mooi uit. Handig. Ja, gisterkorrel, ja, denk ik. Heel leuk. En wij hebben op Wolplein pakketten ervan gemaakt. Een gehaakte top in leuke zomerskleuren en een gebreid babyvestje. Ook altijd wel leuk, hè, die babyvestjes. Altijd en dat leuk. Is echt ook lekker zacht voor de baby. Nou ja, en katoen, dus voor de zomer, ja, ideaal. Ja. Nou, kortom, een goed bolletje. Perfect. Toch? Ja. Nou, dan gaan we straks onze lapjes weer laten zien. Ook hè? Weer leuk. Ja, zeker. Spannend. Vandaag een groot item over kleine dingen. En als je dacht dat dit klein was, dan ken je microhaken nog niet. Babette, jij bent een expert op het gebied van microhaken. Wat is microhaken? Voor mij is microhaken haken met een haaknaald 0,4 mm. En dan krijg je zulke kleine poppetjes. Ik vond deze al klein. Ja. Maar deze is nog kleiner. Klopt. En je hebt hier nog allemaal hele mooie haaksels. Hoe ben je begonnen? In 2011 hebben wij een stagiaire gehad. En die had van die leuke amigurumi knuffels aan haar tas hangen. En toen dacht ik van wauw, dat is leuk om te doen. Maar dat was een beetje de grootte van dit. Ja, toch? Ongeveer, ja, die grootte. Ja. Ja. En toen ben ik gaan kijken op internet voor ideeën wat ik zou kunnen haken. En toen zag ik zulke kleine poppetjes voorbij komen. Maar je kon dus nog helemaal niet haken? Jawel, ik had de basistechnieken had ik van mijn moeder geleerd vroeger, toen ik nog jong was. En toen ik deze kleine poppetjes zag op internet, toen dacht ik wauw, ja, dat wil ik graag doen. Ja, heel cool. Ja. Wat voor een haaknaald gebruik je bijvoorbeeld? Mijn favoriete haaknaald is een haaknaald 0,4. Deze haaknaald heeft namelijk net als deze een mooie afgeronde kop. Ja, en dit is 5. Kun je, ja, even laten zien. Hoe klein? Ik zie het haakje bijna niet. Maar inderdaad. Ja. Het is gewoon een haaknaald, maar dan gewoon hier zit al een startwerkje op, ja, van 18 vasten. Zo. En kan je een stukje haken? Zeker. Ik kan een stukje laten zien. Ja. Ik heb hier al een stukje met 18 vasten. Ja. En een magische ring. En de magische ring gebruik ik altijd. En je haakt eigenlijk altijd in het rond, toch? Ja, ik haak in het rond, maar wel in ringen. Ja. Zo, steek je hem in. Nog eentje. Zo. Ik vind het echt heel knap. En wat ik me afvroeg, hoe lang ben je met zo'n item bezig? Sommige zijn natuurlijk klein en sommige wat groter. En klopt, die met die 100 bloemetjes, maar zal wat langer hebben geduurd. Ja, die heeft wel een behoorlijke tijd geduurd. Maar voor ongeveer voor zo'n beertje in, ja, dat formaat, daar ben ik toch ruim 7 tot 8 uur mee bezig. Mooi, echt wel een hele volle dag. Ja, een volle werkdag. Ja. En wat gebruik je nog meer? Want ik zie hier garen. Ja, ik gebruik altijd het garen van Goetheman, omdat die van polyester zijn en daardoor niet zo snel splijten. Ja, en mooie kleurtjes. Zeker, die hebben 400 kleurtjes. Heb je die allemaal? Ja. Heel gaaf. Ja, en een tang zie ik, een, ja, pincet. Een pincet. De pincet gebruik ik om mijn poppetjes mee te vullen. Want ja, als je een groot haakwerkje hebt, dan kun je het er met de vingers nog wel in doen. Maar zo'n klein poppetje, dat wordt wel lastig. Ja, en dan vragen mensen wel eens, waarmee vul je het dan? Ja. Ik vul het met het grote garen. En wat hebben we nog hier nog meer? Ja, laten we gewoon even de projecten door langs gaan. Want nou, deze kennen we allemaal, een minion. Maar je hebt ook een boom, nog een bloesem, een soort bonsai. Ja, een bloesembonsai. Ja. Nou, en deze is volgens mij met dubbele draad, zei je net. Ja, klopt. Nou, dus die is groot. Ja. Ja, die haak ik dan ook wel met een grotere haaknaald. Oh ja. Met een 0,6. Een hele, ja, bekende is de klover, de roze. Ja. Die gebruik ik dan, ja, oh, daarvoor. Ja. Het leuke van deze bonsai bijvoorbeeld is dat er 100 bloemetjes in zitten. En die zijn allemaal gemaakt aan de hand van een magische ring. Waar dan 5 bloemblaadjes aan zitten. Die trek je aan. En dan maak je ze vast aan een kernbol. Ja. Die helemaal gehaakt is in achterste lussen. Ja. Maar dat kan je toch helemaal niet zien? Jawel. Het is echt een kwestie van oefenen, oefenen en doorzettingsvermogen hebben. Ja. Want en je wilde dit gewoon heel graag. Ja, dus. Ik heb gezien
op internet, het kon. En toen dacht ik, ik ga het ook. Ik wil het ook, ja. Want wat doe je hiermee? Je maakt die dingetjes en je geeft ze weg, je verkoopt ze. Ja, ik verkoop ze. Ik heb een eigen website waar ik ze verkoop met een klein webshopje. En stel nou dat onze kijkers hier meer van willen weten. Waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen terecht op mijn website en op Facebook, want daar ben ik best wel actief. Ja, gaaf. Daar kunnen ze mij ook volgen. Oh ja, en dit wou ik nog zeggen. Dit zijn al jouw restjes van al jouw maaksels de afgelopen jaren. Ja, ja. Van 2011 tot nu heb ik alles bewaard. Grappig. En gaan jullie nog iets mee doen? Dat is wel mijn bedoeling, maar ik weet nog steeds niet wat. Soms zie je wel zo'n mooie schaal die ze daar maken van draadjes of een schilderij. Maar ik weet het nog steeds niet. Dus. Ideaal. Nou, Robert, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Deze aflevering een theedoek gepimpt, oftewel een randje gehaakt op een theedoek. Ik heb hiervoor gebruikt Katia Capri in 3 kleuren en durabele borduurkatoen, ook te gebruiken om te haken. Ik begon met een rand te naaien op de theedoek, want er zat geen rand al aan vast. Dus ik heb met naald en draad heb ik om de centimeter van achter naar voren steeds geregen. Het is eigenlijk een rijgsteek volgens mij. En je zou voor de duidelijkheid op de achterkant van de theedoek even stipjes kunnen maken om de centimeter, zodat je precies weet waar je in moet steken. Ik heb toen met lichtgroen heb ik een boogjes gemaakt op de steken met de haaknaald, naald 3. En ik heb op de boogjes heb ik wijertjes gemaakt met in het midden 2 lossen. En in die ruimte van 2 lossen heb ik lelietjes gehaakt met de haakkatoen, borduurkatoen, haakkatoen. En ik ben heel erg gecharmeerd van deze bolletjes, want ze staan erg mooi. Ze zijn heel decoratief, vind ik. En ik vind ze erg geschikt voor een randje. Ik ga nu even laten zien hoe ik dat gemaakt heb, dat randje. Het lelietje. Ik heb er eentje overgehouden, zoals je ziet. En ik ga hem maken met knalroze om af te sluiten. Ik hecht hem aan. Eén vaste, 3 stokjes en goed om te weten, ik haak over die begindraad heen, want straks ga ik die gebruiken om vast te knopen en vast te zetten. Ik had 1 stokje gehaakt volgens mij, 3 stokjes in totaal en een vaste. Drie stokjes. En een vaste. Dus in totaal heb je dus 3 boogjes van 3 stokjes en een vaste ertussen. En de laatste. En een vaste. Knip hem af. Een knoopje erin om te fixeren. En dan mag je best een beetje aandrukken. Dan gaat hij een klein beetje zo. Dubbel knoopje. Dus zulk dun draad. Heb je een knoopje, een draadje. Knip ik even af. En dan werk je ze zo. Ik heb hier nog naalden in zitten. Een mooi oud doosje. De draad ga ik wegwerken tussen de steken door. Kijk hoe vrolijk. Nou, het patroon vind je natuurlijk terug op de website.
heel veel plezier. En we zijn aangekomen in de kleurrijke amigurumihoek van Annemarie. Wat heb je deze week voor ons? Ik heb weer een bloem gehaakt voor het boeket. Mooi! De lelietjes van Dalen. Veel mensen kennen de bloem niet, maar wel de geur. Want daar staat de bloem meer om bekend dan om zijn modelletje. Oh, oké. Okay. Ze zijn heel sterk van geur, maar wel, ja, ik vind ze heel lekker. Ja, en heel mooi vind ik ze vooral, maar die kunnen die klokjes zo. Ja, ik vind hem ook altijd wel heel leuk, want het bungelt een beetje. Ja. Wat kan ik erover vertellen? Ik heb er een elektriciteitsdraad in gezet. Ja. Dan blijft hij weer lekker flexibel, kun je hem ook een beetje laten hangen. Ik heb 3 kleurtjes gebruikt dit keer. Groen, crème en geel voor in het bloemetje. Heel klein beetje geel echt. Ja, echt een toefje. Echt een toefje. Echt een toefje geel zit erin. Ja, het is een kleine detail van de bloem. Verder heb ik de bloemen zijn zeg maar losgehaakt en die worden eraan vastgenaaid. Ja. Maar de steeltjes die je ziet, die worden gelijk meegehaakt tijdens het haken van de steel. Oh, oké, grappig. Dus dit schrijf ik ook gewoon goed op wanneer je een steeltje haakt. Dus dat die verdeling een beetje overeenkomt. Ja. Nou ja, en als laatste wordt er een blad aangehaakt. Wat ik ook weer met een steekje vast heb gezet, zodat hij toch mooi erbij blijft hangen. Ja, precies. Anders valt hij toch gelijk naar beneden toe. Ja, nu niet natuurlijk. Dus dan, hij is weer klaar. Ja, en hij past mooi bij de rest van de bloemen. Ja, het is even een keer een ander kleurtje, hè? Heel erg mooi. Nou ja, en dan had ik ook nog een kijkersvraag in mijn mailbox. Nou. Over de vulling die ik gebruik. Daar kun je best wel veel over vertellen. Ja. Ik denk dat jij het verschil nu ook al ziet, zeg maar. Ik voel het ook heel duidelijk. Nou ja, dit is vulling gewoon uit een oud kussen wat ik gekocht heb bij de kringloop of in een winkel. Mag ook een nieuw kussen zijn, maar het is gewoon wat vlokkeriger en het zet wat minder uit. Dit is pandavulling, zo wordt dat genoemd. Nou ja, je ziet ook, er zit geen vlokje in, geen draadje, het is net een wolkje, echt een wolkje vulling. En je ziet ook wat er gebeurt als ik er een beetje mee friemel en er aan trek. Dan zet het ook wat meer uit. En dat doet deze vulling niet. Dan krijg je eigenlijk alleen maar meer gaten en meer lucht als ik eraan trek. Ja. Dus als ik een amigurumi vul met mijn oude kussen, dan moet ik bijna het hele kussen erin stoppen. Wil die lekker stevig gevuld zijn. En bij die pandavulling, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Je stopt het erin en het zet gewoon weer uit. Ja, voelt heel lekker zacht aan. Met een wolkje inderdaad. Nou ja, en als je kinderspeelgoed, wat ik heel veel haak, dan is het ook fijn dat het gewassen kan worden. Nou ja, en als je dit heel vaak gaat wassen, dan wordt het steeds toch wat minder. Dan voel je van die bonden. En dan wordt je rammelaar wordt dan steeds slapper. Ah, oh, dat willen we natuurlijk niet. Nee. Nee. Dus ik heb gewoon hele goede ervaring met die pandavulling. Nou, goede tip. Ja. Nou, ik hoop dat de vraag zo beantwoord is. Volgens mij wel. En anders horen we het wel weer. Ja. Goed zo. Nou, zin in koffie? Ja, ik wel. Lekker. Nou, zijn we aangekomen bij de lapjesdeken, Petra. Het is weer gelukt. We hebben er allebei weer één. Ja, ze lijken echt op elkaar, vind ik. Maar... niet alleen qua kleur. Niet alleen qua kleur. Lisanne, wat vind je? Jij bent helemaal nieuw in het hele lapjesdeken gebeuren. Nou, wat vind je ervan? Welke is volgens jou gebreid en welke is dus gehaakt? Even voelen. Ja, die is gebreid, denk ik, en deze is gehaakt. Ja. Maar superleuk om te zien dat je dus met beide technieken wel hetzelfde effect kan krijgen. Ja, hè? Echt heel grappig, ja. Dat vind ik ook, ik vind deze keer wel heel goed gelukt weer, hè? Toch, Annemarie? Ja, maar alleen deze keer heb je niet... jullie zijn nou niet zo gebreid en gehaakt. We hebben een korte kant begonnen en de lange kant normaal gesproken wel. Nu, ja, tenminste tot nu toe heb je elke keer... Ik vind het echt grappig dat je goed die omslag goed ziet, hè? Ja. Maar hij lijkt ook echt hetzelfde. Jouw steek heette? Groffe ajour. Groffe ajour. Ja. En deze staat bekend als de Judith steek. Een omslagsteek. Ja. Toch, het wordt vaak in één zin genoemd, haak en brei. Maar het is totaal verschillend. Nee. Toch kan je weer heel goed kan wel bij met hetzelfde komen. Ja, leuk hè? Heel leuk. Nou, tof. Volgende week weer een nieuw lapje. En nog meer inspiratie. Tot dan.